hebben. De pikantste staan op mnm.be als je zo meeleest in allen daarheen. Daar kan je trouwens al je zever en kwijl kwijt. En er wordt ook heel veel gepraat over tongzoenen. Ja, ik weet niet of Ivan iets te vertellen heeft over tongzoenen. Dag Ivan, goedenavond. Ja, goedenavond. Ivan, ik heb hier al heel wat sportberichten binnengekregen vanavond. Maar er zat geen enkele wereldkampioen tussen. Het is te zeggen, eentje. En dat ben jij. Ja, inderdaad. Proficiat, kameraad. Maar nu mag je eens eerst aan de mensen vertellen waarin jij precies wereldkampioen bent. Een echte wereldkampioen, dames en heren. Misschien toch even... dames en heren, hoe spreek je je achternaam uit, Ivan? Denis? Denis, oké. Okay. Dames en heren, dames en heren, wereldkampioen Ivan Denis. Voilà, want zo kondig je een wereldkampioen aan. In welke sport ben jij wereldkampioen, Ivan? Handboogschieten. Handbalschieten? Nee, handboogschieten. Handboogschieten. Ah ja, dus ja. Zo'n beetje zoals Robin Hood. Dus echt met pijl en boog eigenlijk. Ja, dat klopt. Zalig. En jij bent tamelijk jong, hè? Hoe oud ben je? Ja, ik ben 17 jaar. 17. Oh man, dat is piep. Dat is echt piep. Je bent wereldkampioen geworden. Hoe is dat gegaan? Ja, vorige week was het dus het indoor wereldkampioenschap boogschieten. Mm-hmm. Dat plaatsvond in Polen. En ja, voilà, daar heb ik mijn finale dan nog gewonnen. Ja. En ja, ik mag mij nu voor 2 jaar wereldkampioen noemen. Dat is voor 2 jaar in 1 keer? Ja, dan is dat in 2 jaar, ja. Zeg Ivan, en dat is dus met zo'n boog, we hebben dat ooit op school wel eens op een of andere sportdag gedaan. Dat is dus met zo'n boog en dan schiet je op een roos. En hoe meer naar het midden, hoe meer punten. Ja, ja. Ja. En ik neem aan dat je dat niet echt als professionele sporter kan doen, of wel? Het is zeer moeilijk om te leven van ons eigen sport. Mm-hmm. Maar daarvoor hebben we natuurlijk Blozo en BOIC en zo. Ah, dus je bent echt topsporter? Ja, ik ben volledig topsporter. Maar je gaat nog naar school ook? Dat heb ik spijtig nog moeten opgeven. Ah ja, maar er zijn toch van die topsportscholen waar je zo nog een klein beetje Frans leert bijvoorbeeld? Ja, die bestaan er wel, maar spijtig nog niet voor boogschieten. Enkel alleen maar voor de bekende sporten, zoals wielrennen, voetbal en ja, en al de rest. Hè. Zeg, en boogschieten. Nu vraag ik me nog af, boogschieten, is dat geen Olympische discipline? Klopt, ja, inderdaad. Ja, jij bent wereldkampioen, jij moet naar de Olympische Spelen dan. Ja, dat is natuurlijk nog geen zekerheid. Hè. Ik moet nog eerst veel progressie maken en dan nog een... Ja, maar progressie, je bent wereldkampioen, dus eigenlijk veel beter kan je niet meer worden dan, denk ik. Ja, zeg, het is nog 3 jaar, hè, de volgende Olympische. Ja, dat is waar. Ja, oké, okay, je kan nog van alles en nog wat voor hebben. Zeg, is dat niet gevaarlijk, zo'n boog? Ja, het is en blijft een wapen natuurlijk. Heb je ooit al eens op een levend wezen geschoten? Nee, dat mag niet, hè. Nee, nog nooit zo'n irritante kraai die de hele nacht lawaai zat te maken boven je vensterraam, dan gewoon even een raampje open, poef! Nee, dat doen we toch maar niet. Oké. Okay. Zeg, Ivan, en dan nog één ding. Wat heb je gekregen, wereldkampioen zijnde? Ja, alleen maar een mooie medaille, hè. Ah ja, daar is geen auto of zilveren boog aan verbonden of dat soort dingen? Nee, spijtig genoeg nog niet, nee. Milja, nog niet. Je gaat daar werk van maken. Ja, dat is toch de bedoeling. Zeg, Ivan, mag ik je nog eens uit naam van alle luisteraars geweldig proficiat wensen? Ik ben blij dat ik een wereldkampioen aan de lijn heb gehad. Ik sta er zo'n beetje van te trillen op mijn benen. Ik zou het ook wel eens willen worden in iets. Ja. Maar in wat? In onnozeliteiten waarschijnlijk. Ivan, ja, bijvoorbeeld. Hou ons op de hoogte, hè, man. We willen heel graag weten hoe het je verder vergaat. Ja, dat zal ik zeker doen. Salut, hè, man. Ja, dag. Yo, Tom, goedenavond. Hallo. Ja, Tom, merci voor het wachten. Straf, hè, wereldkampioen, boogschieten. Ja, in Polen zo'n beetje met een boog gaan schieten op je 17, je moet het toch maar doen. Wat had jij te vertellen, Tom?